Golden Earring. When the Lady Smiles. En wat lacht ze, hè, Annelies? Ja. Helemaal te genieten hiervan. Ik vond het zo knap dat jullie dat precies op oogcontact zo... Ja, wij zijn helemaal ingespeeld. Grote ervaringsdeskundigen hier. Oogcontact is onze hobby. Ja. Mooi. Goed. Zometeen even een kort gesprek van de dag. Maar Miguel, er komt ook iets leuks aan straks. Ja, normaal gesproken heb ik hier een dance recipe. En dan laat ik allemaal nieuwe dance tracks horen. Dat doe ik nu even wat anders. Want het is vandaag eigenlijk een soort van bevrijdingsavond. De clubs gaan weer open vandaag. En er zijn er heel veel feestjes vannacht geweest om 12 uur. Maar officieel, vandaag zijn de eerste feestjes weer. En daarvoor heb ik speciaal een openingsmix gemaakt. Met echte plaatjes die erbij passen. Een soort ouderwetse Miguel in de mix. Zeker, ja. Dus dat komt er zo meteen allemaal aan voor 8 uur. Maar eerst is het gesprek van de dag. En normaal gesproken heb ik dan een aantal onderwerpen mee waaruit we een onderwerp gaan kiezen waar we het even kort over gaan hebben. Maar ik heb er deze week al eentje gekozen, want Annelies, jij bent deze week natuurlijk bij. En ik denk, dan gaan we het even over de Vierdaagse hebben die aankomt. Mooi. We hebben het straks al even kort aangehaald. We zijn druk in de voorbereidingen, ook al is de Vierdaagse niet dit jaar. Wij gaan hem warm houden. Ja. Kun jij even kort uitleggen wat dat inhoudt, het warm houden? Nou, we hebben, zoals ik straks al zei, dit jaar aandacht voor alles wat achter de schermen gebeurt. De lopers zijn er niet, dus daar hoeven we ons niet mee te bemoeien. Tenminste, nu nog niet. Mm-hmm. En nu wat er achter de schermen gebeurt. En daar zijn we allemaal opnames voor aan het maken die we dan in die week zullen uitzenden. Inderdaad, logeerpartijen, mensen die logiers ontvangen. De Kruittoren, koekje van eigen deeg. Nou, allerlei, alles wat met de Vierdaagse te maken heeft, maar achter de schermen. Ja. En dat nu eigenlijk in de pitch staat. Nou moet ik even zeggen, ik vond een van de leukste opnamen die we tot nu toe gehad hebben, toch echt wel in de Kruittoren. Ja. Maar dan vooral vanwege die mevrouw die daar werkt, zeg maar. Ja. Zo'n hartelijke dame was dat. Hartelijk en zo... kunstig in het vertellen van fantastische, zoals zij dat kan vertellen. En dat boeit wel erg om naar haar te luisteren. Ja, want we kwamen daar binnen van de week. En zeg maar, de Kruittoren is dus die toren in het Kronenburgerpark. Ja. Daar kun je dus blijkbaar ook naar binnen. En we kwamen daar aan. Ik was nog nooit eerder binnen geweest. En het is een soort van... Ja, hoe noemen ze dat? Grootmoedersmuseum? Ja, Grootmoederskeukenmuseum. Keukenmuseum, ja. En het is ook inderdaad een klein keukentje aan heel veel theepotjes en ouderwetse kopjes en weet ik veel, allemaal dat soort dingen. Het is echt alsof je bij je oma op visite komt. En zo gedroeg ze zich ook een beetje. Ja, niet dat ze zo oud was als oma, maar ik weet niet, het was echt zo'n gemoedelijk sfeer. Gemoedelijk sfeertje. Heeft ze speciaal nu nog voor de Vierdaagse ingericht, die er niet is, maar wel toch wil ze nog even het Grootmoederskeukenmuseum ook in die tijd doen. Dus ze heeft twee vitrines gekregen met allerlei kopjes en schoteltjes met Vierdaagse figuurtjes of tekeningen of schilderijtjes erop. Dus maar zij doet ook iets heel bijzonders op dit moment. Ze verzamelt iets bijzonders. Ja. Bij supermarkt Jumbo, mogen de naam één keer zeggen, bij deze, kun je stickertjes sparen van de Vierdaagse en die kun je verzamelen in een verzamelalbum die daar dan precies in passen. Zij heeft echt heel veel van die albums met heel veel van die stickers die ze via ook weer krijgt van mensen. Ja. En die deelt ze uiteindelijk uit. Ja, ze heeft al wel 6.000 plaatjes, meer dan 6.000 plaatjes verzameld. En ze zit ongeveer, dacht ik nu, op 25 boeken. En dat wil ze straks geven aan met name de buitenlandse gasten die bij haar komen. Uit Amerika en uit Australië en uit Japan. En die wil ze straks als een souvenir meegeven. Oh. Met name wanneer ze de laatste Vierdaagse hier komen lopen. Want sommigen zijn al 30, 35 keer en moet een keer de laatste zijn. En dat ze denkt van, nou, dit is een leuk souvenir om je mee te geven. Ja. Wat leuk inderdaad, ja. Hoe ziet dat eigenlijk daarbinnen eruit in die Kruittoren? Want ik wilde al heel lang een keer naar binnen, maar volgens mij kan dat niet zomaar. Het is wel echt een werkplaats van iemand, hè? Nee, beneden is het museum, Grootmoeders Keukenmuseum. En dat is volgens mij op zaterdag en zondag kun je er thee en koffie krijgen. En boven is inderdaad, haar partner heeft daar een werkplaats. Ja. Dus kunstenaar en die heeft daar een werkplaats. Oké. Het is niet heel groot, maar wel heel gezellig. Ja. Eigenlijk, dat is het. En eigenlijk kom je bij moeder een beetje op de thee en koffie. Ja. Ik van grootmoeder. Ja, het is echt heel leuk. Ja. Zeker een aanrader om een keer een kijkje te gaan nemen. Of kijk natuurlijk gewoon in de Vierdaagse Week naar onze reportage die we daar gemaakt hebben. Kun je dat zien. Ja. Dit is dus een van die vele verhalen die in de Vierdaagse Week bij ons kunt gaan zien. We hebben er veel meer nog. Ja. Maar dat is allemaal voor later. Wij gaan de Vierdaagse warm houden. En voor nu gaan we nog even lekker plaatjes draaien. Zometeen heb ik een heel leuk vergeten liedje weer. Oh. Allemaal van één artiest. Maar wie dat is, dat hoor je zo meteen. Oh. Spannend. En wij mogen kiezen welke gedraaid gaat worden, toch? Dat is het principe. Ah, ja. Dankjewel, Rick. Cindy Lauper dan nu. Girls Just Wanna Have Fun.